actief burgerschap, dat bestaat twee woorden, actief en burgerschap. Het is enorm belangrijk inderdaad om misschien te weten van wat onze plichten zijn, wat onze rechten zijn, ja, als burger. Maar dan misschien een derde luik, en er is een iets interessanter luik, vind ik persoonlijk, vanuit islamitisch oogpunt, wat eigenlijk zou kunnen genoemd worden als ja, jouw deelname, jouw participatie binnen, binnen Vlaanderen, binnen België, binnen de wereld. Ja? Dat je een wereldburger zou kunnen zijn. Nu, we weten allemaal, we zouden ons allemaal moeten houden aan bepaalde plichten, zoals de belastingen die we betalen, ja, tegen ons zien misschien. Zoals bijvoorbeeld alle plichten jegens deze staat. Ja? Zoals bijvoorbeeld de veiligheid die je moet in het achterhoofd houden, dat je iedereen veilig stelt. Bijvoorbeeld het melden van een misdrijf, hè, want je hebt ook meldingsplicht enzovoort. Of als er iemand in gevaar is, dat je die dan te hulp schiet. Ja, al is het maar door te bellen naar de ambulance enzovoort. Dat zijn allemaal plichten, maar ik heb me zo'n beetje proberen te verdiepen. En het raar is van dat je niet zozeer echt direct vindt van wat alle plichten zijn van een Belgische burger. Ja? Dat is heel bizar. Maar dus eigenlijk zijn die plichten een beetje de normaalste gang van zaken, zoals men zegt. Ja? Dus, en iedereen weet dat. Maar dan heb je natuurlijk rechten en daar maken we heel graag gebruik van. Ja? Denk maar bijvoorbeeld aan alle burgerrechten, ja? Aan alle sociale rechten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook aan je politieke rechten enzovoort. Ja? Ik wil daar niet te ver over uitweiden, maar weet dat je daar inderdaad enorm veel rechten hebt. Maar in tegenstelling tot elk recht heb je ook natuurlijk, of staat daar een plicht tegenover. Ja? Bijvoorbeeld als jouw recht is dat ik jou goed behandel, ja? Dan is mijn plicht om jou goed te behandelen natuurlijk, ja? Op die manier. Maar dus bijvoorbeeld een van de plichten, een van de rechten liever gezegd, die bekend staan als, en dat zijn zo van die twee monsters eigenlijk, vrijheid van meningsuiting. Ja? Maar dat is niet zo absoluut eigenlijk. Ja? Als men gaat kijken binnen de wet, ja? Ik heb nooit gerechten gedaan of zo, maar ik lees wel bepaalde artikels daarover, dan zie je dat er eigenlijk geen absolute rechten zijn. Rechten bijvoorbeeld van godsdienstigheid. Ja? Dat je eigenlijk je eigen godsdienst mag kiezen en dat je je godsdienst mag beleven. Is ook niet zo absoluut. Ja? Straks was al de laatste vraag, hè, van het vorige debat, of van de vorige spreker, onze broeder Suleiman Ali. Ik wou zeggen Ali Salam. Nee, Suleiman, jazallah nakhir. Ja, dat is omdat je zo vaak misschien met Suleiman Ali Salam in het hoofd zit. Maar dus, dat was inderdaad, dus, het ging dan over de hoofddoek, over het hoofddoek. Hè. En daar zie je inderdaad heel duidelijk van, als dit geen onderdeel is van mijn religie bijvoorbeeld, ja, dan weet ik het ook niet. Maar waarom ontneem je dan mij dat recht? Hè? Want elke moslim en moslima zegt dat dat een recht is. Ja? Recht op uitkering, recht op verblijf, recht op enzovoort. Hè? Dus dat zijn allemaal rechten. Ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar ik wil toch wel graag meegeven dat de samenstelling hier in Vlaanderen, in België, in de wereld zelfs, dat dat niet meer is zoals, ik durf zeggen, eeuwen geleden. Ja? Bijvoorbeeld, je hebt er nog steeds zo een weergalming van een echo dat zegt van ja, en wij de echte Vlaanderen, de echte Vlamingen, ja? Bijvoorbeeld. Bestaat dat nog wel, de echte Vlamingen? Ja? Is dat misschien niet iets heel utopisch? Ja? De echte Marokkaan, welke Marokkaan, over welke Marokkaan? Marokkaan heb je het. Ik weet niet of je het weet, maar in Marokko zelf heb je mensen, dat zijn ja, Marokkanen natuurlijk, van nationaliteit enzovoort, maar als je gaat kijken naar hun overgrootouders, dan kunnen dat Romeinen zijn geweest, dat kunnen Perzen zijn geweest, dat kunnen zelfs mensen zijn geweest, Allah wel van weet ik waar. Ja? Dus overal zit er wel ergens misschien bloed in, ja? Wat niet altijd zo, allez, stafela, zuiver, want zuiver vind ik zo'n verkeerd woord om te gebruiken. Maar we zien wel bijvoorbeeld wij die hier aanwezig zijn, en ik spreek dan over wij. Ik zie dat er een heel groot aantal mensen zijn van Marokkaanse origine, van andere origine misschien. Ja. Maar ja, ik zag daar een mevrouw die zegt van... Ah, van Indonesisch. Oké, mashallah. Indonesische origine, ja. En er zullen er waarschijnlijk nog andere zijn. Tunesische heb ik al gezien hier, hè? Onze broeder. Dus ik wil maar zeggen van, dit zijn mensen die hier misschien vaak geboren zijn. Niet iedereen misschien, maar ik praat vooral over die mensen die hier geboren zijn, getogen zijn. Ik bereken mezelf daar ook toe. Ik ben in twee werelden opgegroeid. Ja? En ik probeer echt heel vaak duidelijk te maken, ook aan, ik zou zeggen, onze autochtonen, hè, want het mag zelfs niet meer. Hè. Wat zijn we nu?
Hoe worden we nu genoemd? Wie weet dat? Hoe? Men heeft daar zelfs iets... Nieuwe Belgen. Nieuwe Belgen. We zijn nog niet goed genoeg om oude Belg te zijn. Wacht. Dus we zijn ingepakt. Het is oude wijn in nieuwe... Wat was daar? Nee. Nieuwe wijn in oude kraken. Hè? Nee. Wel, eigenlijk het bizarre is dat heel veel mensen dat debat niet hebben gevolgd. Maar men kan niet praten van een... men praat, liever gezegd, van een eerste generatie allochtoon. Hey, vroeger was het allochtoon. Nee, eigenlijk waren we eerst gastarbeiders, dan zijn we migranten geworden. En vervolgens zijn we allochtonen geworden. Ja, en nu zijn we nieuwe Belgen. Alhamdulillah, we komen dichterbij. Maar nee. Eigenlijk is het verhaal van al die mensen die nu allemaal vertegenwoordigd zijn hier in Vlaanderen, dat is niet zozeer alleen maar die tweede generatie of derde generatie. Er zijn enorm veel generaties en die zou je echt moeten kunnen onder de loep nemen, ja, om te weten van elke generatie heeft haar eigenheid. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld de eerste generatie. Je hebt de tweede generatie, maar daartussen heb je de andere halve generatie. Heel veel mensen of weinig mensen weten dat. Maar dat zijn mensen die eigenlijk zijn volgroeid in land van herkomst. En zijn meegekomen met hun vader om eigenlijk de droom van vader waar te maken. En spijtig genoeg, die vader is blijven dromen. Ja. Mijn vader droomt nog steeds. Dus ik spreek over... Ja, nee, pas op. Ik bedoel dat niet slecht of niet fout. Nee, maar ik wil maar zeggen van... Die had een droom die hij graag wilde waarmaken. Maar die is nooit kunnen waargemaakt worden. Want zijn droom is dat hij nog steeds droomt. Maar ik ben wakker geworden in zijn droom. Ja? Ja, je moet dat weten. Ja, straks was de vraag van... Als je weet hoe dat je het weet, dan moet je weten waarom je dat weet. Ja, dus dat is zo heel filosofisch. Maar ik ga dat niet zo filosofisch houden. Maar ik wil maar zeggen van, ik ben wel wakker geworden in die droom van vader. En ik moest die droom van vader mee proberen waar te maken. Want zijn droom was effectief om van land van herkomst naar hier te komen, om dan vervolgens enkele jaartjes te werken en terug te keren. En dit verhaal is echt waar, dat is representatief voor misschien wel 95% tot 98% van alle allochtonen van Marokkaanse en Turkse origine die naar hier zijn gekomen. Ja? Wat ik eigenlijk voornamelijk wil zeggen is... Dus je hebt een eerste generatie, wat misschien de ouders kunnen zijn. En dan een anderhalve generatie, mensen die daar zijn geboren. Daar misschien ook zijn opgegroeid. Enorm veel bagage meekregen daar. Meestal al zichzelf als vader voelde. Want vader heeft hun daar verlaten, is naar hier gekomen. Heeft dus een vervanger, een plaatsvervanger, achtergelaten wat de zoon was. Meestal de oudste zoon dan. Maar dan vervolgens is die... meegekomen naar hier. En dat was een heel moeilijk... Echt waar, die hebben heel wat moeilijkheden gehad, die mensen. Maar dan heb je een tweede generatie. En ik behoor, denk ik, tot de tweede generatie. Jij ook? Ja? Allee, ik zou zeggen, jij behoort tot de tweede generatie. Ik ook, ja? Ja, om het toch wel correct te houden. Maar dat betekent van... Wij zijn dan mensen die effectief hier zijn opgegroeid. Zijn geboren. Maar dat wil zeggen... Wij zitten met twee... vanzelfsprekendheden. En ik bedoel culturele vanzelfsprekendheden, waarin ik ben opgegroeid. Een voorbeeld dat ik u geef om het te verduidelijken. Ik kom bijvoorbeeld... Ik zit bijvoorbeeld op school. Ik had daar juffrouw Smits. En dat is echt... Dat is waar, hè, wat ik nu zeg. En ik word dan naar voren geroepen. En kom naar voren. En ja, ik had waarschijnlijk weer iets misdaan, hè, zoals elk kind. Maar dan sta je daar en dan begint die iets uit te kramen en ik kijk neer. Want dat is het eerste wat ik heb geleerd thuis. Dat wanneer iemand met autoriteit, een vader, een politieagent... Een politieagent kennen wij wel, hè. Diwana, ja, douane. Dat kennen wij echt. Dat zijn echt zo van die kindverhalen, maar dat is echt bijgebleven. Ja. Wat doen we dan? Dan kijken we neer. Want ja, dat zou heel onbeleefd zijn om die persoon in de ogen te zien. Maar dan zegt die vrouw Smits tegen mij... Hoe durfde jij naar beneden? Hoe durfde jij wegkijken van mij? Kijk me in de ogen aan als ik u spreek. Maar ik wil maar zeggen van, dat zijn zaken die natuurlijk... Ja, je leert daar natuurlijk mee leven. Maar dan ben je bijna schizofreen, want je hebt twee persoonlijkheden. En hier moet ik zo omgaan en daar moet ik anders omgaan. Ja? Op een andere manier. Maar dat wil zeggen van, als we dit niet in het achterhoofd houden... dan kan je onmogelijk te werk gaan, denk ik, wallahu ta'alam... met al die verschillende subgroepen. Ja, of soepgroepen. Ja, meestal zijn het is een soep geworden. Ja? Maar dus, dat zijn allemaal subgroepjes. En die hebben allemaal hun eigenheid. Ja?
je hebt mensen die via neveninstroom zijn binnengekomen, via huwelijk zijn binnengekomen, via asiel zijn binnengekomen. Dat kan je niet allemaal op één hoop gooien. Begrijp je? Maar, dus ik wil eigenlijk komen tot mijn punt dat dat uiteindelijk wel allemaal burgers zijn. En iedereen wil een wereldburger zijn of een nationale burger of, ja, laten we zeggen, gewoon een actieve burger. Maar op zijn manier. Maar dan ga je zien, je komt automatisch met heel veel moeilijkheden in contact, dat is normaal. En dat hebben we allemaal meegemaakt, denk ik. En ik denk toch iedereen die een beetje actief is. Iedereen die toch echt iets wil betekenen. En daarom, ik ga mijn speakbriefje terug moeten bovenhalen. Daarstraks heb ik de ayah gehoord van Sheikh Suleiman. Die zegt, ja, eyyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Wallahi, ik zeg altijd, als dit de ayah niet mag zijn van effectief het ideaal beeld van wat de wereld er eigenlijk zou moeten uitzien. Dat al die verschillen, zoals Sheikh Suleiman zelf ook heeft gezegd, want ik wil niet in zijn vaarwater terechtkomen, maar dat iedereen inderdaad verschillend is. Maar naast dat we verschillend zijn qua uiterlijk, zijn wij innerlijk ook verschillend. En zijn wij onze bril, de bril die de broeder op... Ik doe niet de echte bril, hè, want ik weet niet welk merk dat is. Maar de bril die hij op heeft, waardoor hij kijkt, zijn culturele bril die hij voor een stuk geërfd heeft, is niet de culturele bril die ik op heb. En de culturele bril die Stefan, mijn buurman, op had, was niet de culturele bril die Jolant, een buurvrouw van ons, op had. Ja? Het zijn echt een naam, en ik hoop dat ik dat mag vernoemen. Maar dus, ja, in mijn geval natuurlijk, ik ben echt in een heel witte omgeving opgegroeid. Ja? Dus ik ben met witte schaapjes opgegroeid. Ik was wel het zwarte schaapje, maar ik was wel in een heel witte omgeving opgegroeid. Dus mijn verhaal is misschien niet courant voor de zoveel andere allochtonen. Ja? Maar ik kom tot mijn punt, en dat is dat iedereen uiteindelijk iets wil bijdragen. En als dat niet hetgeen is wat Allah zelf zegt, dat al die verschillen enkel en alleen er zijn om elkaar te leren kennen. Maar hoe kan ik u leren kennen als ik elke dag opnieuw, van maandag tot vrijdag, op de trein zit. En ik zit naast u of tegenover u, en elke keer zitten wij daar zo. Wallahi, dat zie je echt dagelijks. Ik heb dat meegemaakt op de tram. Er was een vrouw, en dat was een oude vrouw, en ik kwam tram 2 om naar de Offerandestraat te gaan, om daar te gaan lesgeven, een paar uurtjes. En ik zat elke dag op de tram, en ja, tram 2 was het. En dat was een vrouw, subhanallah. Ja, Allah heeft dat misschien, ja, ik weet niet, was dat toevallig, hè, zoals ze me zegt? Ik geloof dat niet. Maar in elk geval, ik zat telkens recht tegenover haar. En zij zat daar de eerste twee keren, geloof ik, zat ik daar en zo af en toe, zoals onze ogen elkaar kruisen. Dag mevrouw. En de angst zie je echt heel duidelijk. Maar dan zie je zo van haar handtas weggemoffeld in de hoek. Schrik dat ik hem misschien zou pikken. En dan zie je van dat die vrouw eigenlijk alleen maar, ja, ik denk, onbekend is. Onbemind, hè. Eigenlijk is dat echt het onbekende. Wie is die persoon? Maar die persoon, innerlijk gezien, wallahi, ik verschil helemaal van niemand niet. Ik wil veiligheid. Ik wil het beste voor mijn kinderen. Ik wil het beste voor u. Ik wil een goede toekomst. Ik wil alleen maar, ja, ik wil echt alleen maar gelukzaligheid voor iedereen. Ik wens voor niemand het slechte toe. Niemand. Ja? En ook voor die oude vrouw niet. Maar dus die oude vrouw had dat misschien in het begin niet echt goed begrepen. Maar dan begin je zo, dan zit je daar zo. Ik zit echt heel ongemakkelijk altijd. Als ik tegenover iemand zit en we praten dan niet, ja, dan moet iemand beginnen. Maar dan zit je daar en dan na een tijdje zo, ja, begin je zo waarom te kijken. Is goed weer, mevrouw? Dan zie je zo dat die blik. Dat praat. Dat kan praten. Ja, maar, ja, ik kan praten, inderdaad. En je praat effectief. Je praat en je begint dan. Die vrouw komt dan ook los, echt waar. Je voelt dat echt heel duidelijk. Ook het non-verbale. Mensen komen dan echt los. En dat is het moment om die handtas te grijpen. Woe! Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Astaghfirullah. Nee, dat bedoel ik niet. Dat mag geknipt worden, broeders. Nee, maar ik wil maar zeggen van... je voelt wel van dat die mensen zich echt op hun gemak gaan beginnen voelen. En eerlijk gezegd, er is niks mooier dan dat. Dat die effectief leert dat Mohammed... is eigenlijk gewoon Mohammed. Mohammed is
die tegenover, dus ik bedoel, ja, ik heb het over mezelf. Nee. Maar dus die Mohammed die tegenover haar zit, is ook maar een mens. Is ook iemand die ja, een bepaalde bril op heeft, tuurlijk. Ja. Ik kijk ook naar de wereld op een misschien een andere manier dan mijn vriend bijvoorbeeld. Maar wat me echt vooral verwondert, is wanneer wij actief deelnemen. Ik wil zo een paar voorbeelden geven die ik zelf heb meegemaakt. Dan denk ik van, maar welke, wat betekent je in deze wereld? Wat ben je? En je moet zelf voor jezelf uitmaken. Wil je een nummertje zijn? Of wil je effectief een naam hebben? Wil je effectief een identiteit en een individu zijn? Waarna later, inshallah, dat je naar voren wordt geroepen. Dat je mag pronken met datgene wat je misschien hebt bereikt. En dat wil ik echt bereiken. Dat wil ik dat elke moslim voor zichzelf uitmaakt. Ik ben geen schaap. Iedereen erachter. Wij zijn geen kudde. Ja, er is kuddegedrag. Dat bestaat. Maar ik ben wel een individu. Allah zegt tegen mij, ja? Denken zij dan niet na? Zien zij dan niet? Allah heeft mij verstand gegeven om na te denken. Om eigenlijk alles te overwegen. Is dit wel de juiste manier om te gaan met mensen? Of volg ik gewoon maar? Ben ik een blindelingse volger? Wel, inderdaad, ik wil dat niet zijn. Ik wil echt mezelf kunnen zijn. Ik wil niet een ander zijn. En dat zien we de dag van vandaag heel vaak. Mensen, dat zijn burgers, maar die willen iemand zijn die ze eigenlijk niet zijn. Dat is geen filosofie, dit, hè? Echt waar. Helemaal niet. Maar dus, die willen echt, die proberen iemand te zijn die ze in zichzelf niet zijn. Bijvoorbeeld, die wil hard en arrogant zijn, maar in essentie is dat een heel zacht iemand. Waarom doe je jezelf zo voor? Of, ik hoop dat dat niet waar is, of die is hard en arrogant. Nee, ik hoop dat dat wel waar is, sorry. Die is hard en arrogant en die wil zichzelf als zachte voordoen. Ja, doe dat. Doe dat totdat je jezelf gewaar wordt. Totdat dat zelf een eigenschap wordt van jezelf. En ik geloof dat echt. Iemand kan zien. Dat is net zoals iemand die liegt. De profeet zegt dat, hè. Hij zegt, de persoon die liegt en die blijft liegen, totdat die wordt opgeschreven bij Allah als kadhab. Een leugenaar. En je gaat dat misschien niet geloven. Mensen die psychologie hebben gestudeerd, en die zitten hier, die gaan daar 100% mee eens zijn. Een persoon kan liegen en blijven liegen, totdat hij zijn eigen leugen gaat geloven. En later weet hij niet meer, was dat nu een leugen dat ik heb geloofd, of was dat nu waar? Wat ik toen altijd heb. Omdat je dat constant herhaalt. Zo erg kan dat zijn. Wel, er zijn mensen die effectief die willen een identiteit zijn. En dat moet je ook zijn. Je moet een individu zijn. Je moet jezelf vormen. Maar blijf alsjeblieft jezelf. Blijf in datgene waar je sterk in bent. Probeer jezelf daarin te ontwikkelen en verder te gaan. Ja? En probeer niet een ander te zijn. Want dat kan ook niet. Dat is zoals een leraar die... Soms heb je zo van die leraars, een garme die... Ja, ik denk eerlijk gezegd, soms denk ik, was dat voor misschien is het fout. Maar je moet dat in u hebben, denk ik, voor een stuk. Ja? Je kan niet bijvoorbeeld een totaal ander karakter hebben wat een leraar eigenlijk zou moeten hebben. En dan in het onderwijs gaan staan en dan proberen of te denken dat je daarmee de jongeren misschien mee kan. En dan heb je bijvoorbeeld van die leerkrachten die hebben bepaalde dingen niet mee. Karaktereigenschappen, soms zelfs een stem die misschien ja, heel laag is en... Die een beetje boven de mensen of boven de hoofden heen zou moeten kunnen praten. En wat gebeurt er dan? Dan komt hij soms om raad te vragen. Wat zou jij doen in mijn plaats? Ja, in uw plaats? Ik had misschien iets anders gekozen. Sorry dat ik dat zo moet zeggen. Maar als dat mij niet ligt, dan ligt dat mij niet. Sorry. Ik ga niet elke dag opstaan 's morgens met een kater, om 's avonds met een kater terug naar huis te gaan. Nee, dat ga ik niet doen. Maar wat zie je dan? Je ziet dan dat mensen effectief kiezen voor iets... Wat ze eigenlijk misschien niet echt... Ja, ze dragen dat niet echt uit. En hoe snel hebben leerlingen dat niet door? Hoe snel hebben leerlingen niet door dat uw leraar dat helemaal niet echt meent met hen? Hoe snel hebben de leerlingen dat niet door dat de mensen, of dat de leraar, dat die eigenlijk alleen maar komt om zijn brood te verdienen? En niet meer en niet minder. Ja? En dan ben je echt wel voor een stuk uitgeteld en uitgeschakeld. Maar dus dat wil zeggen van, hoe snel hebben de mensen dat ook niet door in die omgeving, dat je eigenlijk wat je nu verkoopt, dat dat eigenlijk maar een show is. Om even u, ja, zoals die persoon die naar de OCW gaat, bijvoorbeeld, hè, dat is nu niet zo bedoeld, maar, en ja, voilà, ik ben ziek, voilà, jullie helpen mij. Maar terwijl is dat misschien helemaal niet waar.
Het kan waar zijn. Spijtig voor die mensen dat waar, waarvan het waar is. Ja? Die maken het dan slecht eigenlijk voor die mensen die het effectief echt verdienen. Ja? Maar dus dat wil zeggen van, blijf gewoon jezelf. Blijf eerlijk, blijf correct. Ja? Zoals Mohammed Sassam altijd correct en eerlijk is geweest. Ik wil u een voorbeeld geven uit mijn carrière. Op een dag, ik word geroepen. En ik moest naar het secretariaat. En dus op een school. En dat was in Niel. En Niel, dat is tussen Boom en Antwerpen. En het secretariaat belt mij en ik loop naar beneden. En die zegt tegen mij, kijk, de vader van die moet hier komen. Die moet komen vandaag. Anders is die jongen, die is uitgeteld. En ik zeg, ja, maar waarom vragen jullie mij? Ah ja, want de vader praat geen Frans, geen Nederlands. Praat misschien alleen Arabisch. Ik pak de telefoon, ik bel die vader op. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hajj, labas, bigheer. Ik ga even in het Arabisch doen. Labas, bigheer. Alhamdulillah. Torkelalik, walid, taflan. Ja. Dus, hoe is het met u? Alles goed? Ben je de vader van? Ja. Ja. Ik zeg wel, je zou eigenlijk dringend moeten komen, want we moeten echt iets bespreken. In wat met uw zoon? Voordat dat escaleert. Welke zoon? Ja, die zoon. Ah, en waar moet ik naartoe komen? Ja, naar zijn school. In welke school? Katia begint zo rond te kijken. Zo van, oh nee. Straks gaan die zeggen, wat was je allemaal aan het vragen? Katia, Niel. Hé, Kiel, wat? Kiel. Lele, Niel. Fin, Niel. Wallah, ik ga je eerlijk zeggen, ik schaamde me echt maar. Want waarom? De vader, oké, dat is waar. Misschien kan het zijn dat de vader ook harm op dat moment. Ik weet dat niet. Ik wil het niet midden laten. Maar ze zijn er heel veel van die voorbeelden. Van kinderen die niet worden opgevolgd. Nog door moeder, nog door vader. En effectief gewoon vrij spullen hebben. Maar wie voedt hen dan op? Welke burgerzin hebben zij dan? Echt waar. Ik stel me echt waar vaak de vraag van deze mensen, als die later ouder zijn, wat gaan zij doen als zij hun kinderen moeten gaan opvoeden? Met welke burgerzin gaan ze? Faqidu shay'i la yu'tihi, zegt men in het Arabisch. Als je iets niet bezit, kan je het onmogelijk geven. Ik wil u 10.000 euro geven, maar ik heb het niet. Ik kan het niet geven. Maar dus dat wil zeggen, als je geen burgerzin in je draagt, kan je dat onmogelijk doorgeven. Dat kan niet. En als je dat niet echt bezit, maar je kent het misschien, omwille van uit de boekjes enzovoort, kan je het ook niet echt geven. Je kan dat wel theoretisch meegeven, maar je kinderen zullen het wel heel snel doorhebben van, mijn vader is helemaal niet die actieve burger die hij eigenlijk zou moeten zijn. En daarom heb ik het echt over participatie. Je participeert in een wereld waarin je zelf leeft. Je participeert wil zeggen, je geeft van je tijd, inderdaad. En weet dat dit voor een mu'min, voor een moslim, fi sabilillah, is tijd die je geeft, fi sabilillah, omwille van Allah. Je wordt daar enorm voor beloond. En geloof me eerlijk, wallahi, je gaat enorm gelukkig zijn. De mensen gaan gelukkiger zijn. Ik ga niet zeggen gelukkig, maar gelukkiger in alle geval. Ja? Mensen zullen daar echt zeker vast iets aan hebben. Daarom, werk je actief mee in deze maatschappij. Wat doe je? Een voorbeeld dat ik u geef. Hè. Je moet echt eens, je moet je ogen eens opensperren. En je moet eens naar een, bijvoorbeeld, hè, er zijn verschillende LOBS, overlegplatformen. En je moet eens kijken hoeveel moslims zijn daar actief. Wallah, je gaat huilend naar huis, ik meen dat. Oudercontacten. Het gaat om onze kinderen, kom aan. Oudercontacten. Waar blijven die moslims? Pas op, sorry voor die mensen die wel gaan. Maar ik spreek echt, ik geef gewoon een algemene schets. Maar waar zijn die ouders van die moslims? Maar ook van die niet-moslims, hoor. Het heeft niks te maken met moslim zijn. Maar dit heeft echt te maken met de mentaliteit van een mens. Ja? Hoe die uiteindelijk misschien gevormd is, of zichzelf heeft gevormd, of niet heeft gevormd, enzovoort. Waar is uw actieve deelname, zoals Mohammed Sassam zelf altijd deelnam? Mohammed Sassam was, wallahi, in tegenstelling tot veel mensen denken van dat Mohammed Sassam een asociaal iemand zou geweest zijn, wallahi, je hebt het volledig fout. Helemaal. Van punt A tot punt Z. Je hebt het volledig fout.
Mohammed was iemand die van kleins af aan, als een kind van 6 jaar, deelnam. Overal. Wat wil je als je opgevoed wordt door Abdulmuttalib voor 2 jaartjes? En dat je daartussen de oudere mannen ziet. En je hoort de politieke taal, en de economische taal, en de sociologische taal. Als klein kind wordt hij eigenlijk al gevormd. En effectief, als klein kind, wat zal hij doen? Op zijn 6-jarige leeftijd zal hij uiteindelijk, of sommigen zeggen 8 jaar, wallahu ta'ala, maar men zegt dat hij van jongs af aan, hè, dat hij eigenlijk is gaan beginnen werken. Op zoek is gegaan naar werk. Hij heeft nooit kunnen studeren, dat is waar. Maar hij heeft ook nooit een last willen zijn voor zijn oom Abu Talib. En wat heeft hij gedaan? Hij is eigenlijk van jongs af aan gaan beginnen schapen hoeden. Hij is beginnen schapen hoeden en hij zegt dit ook. Hij zegt, ma min nabiyin illa qad ra'a al-ghanam. Er is geen profeet geweest of dat is een schapenherder geweest. Dat wil niet zeggen dat we schapenherders moeten worden. Hè? Stel je voor, dat wil dat niet zeggen. Maar dit wil wel zeggen van, kijk de activiteit van een profeet. Eender welke profeet. Hoe dat die ook mocht geweest zijn. En hij zegt, qalu, dus de sahaba zeggen, wa anta ya Rasulullah. En jij, o profeet, heb jij dat ook gedaan? En hij zegt, qal, ma ba'at Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Qalu, wa anta ya Rasulullah. Qala, wa ana ra'aytuha li ahli Makkah bi qarariit. Hij zegt, en ook ik heb de schapen gehoed voor enkele centjes. Voor de mensen van Mekka. Dat was de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En er wordt vermeld dat hij tot zijn 15 jaar, ja, sommigen zeggen iets ouder, 17 jaar, wallahu ta'ala, maar dus dat hij eigenlijk is blijven schapen hoeden voor deze mensen. Maar dat wil zeggen van dat hij effectief een deelname had binnen de maatschappij. Dat dat niet iemand was die, eerlijk gezegd, dat verwondert mij. Jongeren die zijn niet afgestudeerd, of zijn wel afgestudeerd, maar vervolgens zitten die soms 2 jaar, 3 jaar lang gewoon thuis. Wat doe jij thuis? Dat wil niet zeggen van dat je niet thuis mag zitten, hè? Maar er moet iets van activiteit zijn. Dat kan niet. Je gaat vastroesten, geloof me. Als jonge man ga je vastroesten. Of als jonge vrouw, maakt niet uit. Ja? Maar ik wil zeggen, je komt dan thuis en dan is het 11 uur, 12 uur, waar is die? Oh, die ligt boven te snurken. Huh? Waarom komt die naar beneden? Dat kan toch niet waar zijn? Dat is niet de bedoeling. En dan ga je zien, van dit wordt een mentaliteit. En je wordt dat gewend. En dan zie je dat ze van de nacht de dag maken. En van de dag de nacht maken. En ze slapen tot 's avonds laat. En 's nachts zijn ze heel de nacht wakker. En Allah zegt, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah zegt dat. Dat zijn niet mijn woorden. En we hebben de nacht gemaakt als een mantel. Moet je voorstellen. Echt om inderdaad in een bedje te kunnen gaan liggen. Om uit te kunnen rusten. De rust die je 's nachts hebt, zal je nooit overdag kunnen bereiken. Onmogelijk. Want Allah heeft deze nacht effectief als een rust gemaakt. Voor alle mensen. Behalve natuurlijk mensen die ook garm hebben met de nacht staan. Ik vind dat heel erg, echt waar. Ik vind dat heel erg. Maar die mensen ook garmen doen het effectief omwille van hun brood en hun kinderen, ja, enzovoort. Maar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hebben we gezegd, hij is voor ons het beste voorbeeld. We hebben gezegd, kijk, hij is inderdaad gaan werken. En men vroeg hem ook, ja Rasulullah, waarom? Waarom ga je eigenlijk op jonge leeftijd werken als schaapherder? En hij zegt dat ook. Hij zegt, garmen mijn oom, die had zoveel kinderen groot te brengen in het huis. Maar dus dat wil zeggen, kijk, als klein kind dacht hij al na. Dacht hij na van inderdaad, ik moet iets betekenen. Ik moet geen vloek zijn voor iemand. Tegenwoordig hebben wij heel veel vloeken in huis. Ouders die vloeken op hun kinderen. Wallahi, dat hoor je echt. Hè? Zij vloeken op hun kinderen. Waar ligt hij daar nog te slapen? Die een boer daar, echt op die manier. Ja? Wil je een vloek zijn voor je ouders? Dat kan toch niet waar zijn? Dat mag je ook niet zijn. Dat kan niet zijn in je jonge tijd. Zoals Mohammed zelfs hem zegt. Hij zegt, pas op met die jonge leeftijd. Maak er gebruik van voor je oud wordt. Morgen ben je oud en kan je die tijd niet meer inhalen. Mohammed sallallahu alaihi wasallam was iemand. Hij zegt, لَقَدْ شَهَدْتُ مَعَا عُمُومَتِي حِلْفًا. Dus hij praat over een hilf. Een hilf wil zeggen een samenzwering.
Mohammed sallallahu alaihi wasallam, voordat hij profeet was, dus er bestond nog geen islam zoals wij die kennen, er was een hilf, dat wil zeggen, de verschillende Arabische stammen hadden een soort van alliantie gemaakt. En die hadden iets uitgetekend dat eender welke stam dat onrechtvaardig zou aangevallen worden, dat ze allemaal samen zouden zweren met die stam die Ogarme onrecht is aangedaan. En de profeet zegt, en ik was daar zelf bij. Dus hij leerde ook van jongs af aan eigenlijk al. Hij was toen, naar het schijnt, wallah, 15 of 18 jaar. Maar dus hij leerde eigenlijk al mede vredesverdragen, hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus hij was dus echt constant altijd mee actief bezig. Dat was niet iemand die ging zitten van, ja, dat is iets voor de oudere mensen en ja, zijn de politiekers. En... Nee. Zijn bijdrage was daar ook. Maar mijn vraag, waar is uw bijdrage? Ja, maar iedereen moet toch niet in de politiek gaan zitten? Nee, dat is niet waar. Nee, dat is wel waar. Niet iedereen moet in de politiek gaan zitten, maar je kan wel deelnemen. Van achter een schermpje kan jij... Je kan dat niet geloven soms, maar wat een mailtje soms kan veranderen aan de wereld. Wacht, de Arabische... Alhoewel, ik ben daar niet helemaal... Dat is mijn persoonlijke mening, hè. Wat in de Arabische wereld allemaal aan het gebeuren is enzovoort. Er is enorm veel onrecht. Ja? Maar het begin, ik zou zeggen... Het eerste vlammetje was eigenlijk, zeker was het goed, met een goede bedoeling enzovoort. Daar kan ik niet over twijfelen. Maar wat zorgde ervoor? Dat die hele Arabische wereld in beweging kwam. Iemand die zei van, weet je wat? Ik ga hier even via Facebook iets sturen. Dat heeft de hele wereld op zijn kop gebracht. Op zijn kop, ja. Ja. Jullie begrijpen me, ik jullie. Oké. Maar dat wil zeggen... Dat wat je ook mag denken, iets wat je schrijft, iets wat je zegt, iets wat je meedeelt, iets wat je op tv misschien de kans hebt om dat te zeggen, wallah, je doet het. Zolang dat niemand schaadt. En zeker vast jezelf niet. Want heel veel woorden kunnen jezelf ook schaden. Dat weten jullie ook. Maar dus, Mohammed Hassan was dus iemand die constant altijd eigenlijk mee was. Of constant altijd actief was. Gisteren was ik in Halle, in een moskee in Halle. En er waren jongeren en die zijn nog helemaal begonnen met een nieuwe activiteit. En ja, je weet, daar is er heel veel drive. Hè? In het begin, dat is altijd. Hè? Dat is hetzelfde als de inschrijving op Dunif. Voor de mensen die op Dunif hebben gezeten. Die, ja, die klas die begint met 100 man. En na verloop van tijd, is er nog maar 30 man. Ja? En ik hoop dat niet mag wezen in Halle. Maar ik was daar bij die broeders. En ze vroegen me eigenlijk zo van, ja... De moslim in het dagelijks leven, wat is zijn activiteit, hoe moet hij eigenlijk omgaan? En ik ga eerlijk zeggen, kleine, simpele dingen. Rijdt iedereen met de wagen? Of rijden er sommigen met de wagen? Ja. Stel je voor, je komt straks in de auto en je wilt starten en die start niet. Wat ga je doen? Ja, je gaat misschien de depannage bellen, klopt. Maar ik zou zeggen, begin alsjeblieft, als je auto nu wilt starten en die is ergens in the middle of nowhere, ja... Begin niet met de motor open te wijzen en zo. Doe dat niet. Ja? Begin daar nooit mee. Begin altijd met de simpelste zaken. Simpele dingen. Kijk of er benzine in de auto aanwezig is of diesel. Ja? Kijk of dat de batterij wel aangesloten is, dat er wel contact is. Ja? Kijk naar de hele simpele dingen. Want de auto wil niet starten. Dus sommigen die gaan echt beginnen met... Wacht, ik weet dat er een pistool van binnen en er is een segment rond en je moet dat helemaal... En die begint heel die auto helemaal uit elkaar te halen. En terwijl zegt hij, ah, smijlie, orla, was eigenlijk gewoon een filtertje, dat moest vervangen worden. Ja. En wel, net hetzelfde met deze, wallahi, in onze tijd, ik meen dat echt. Maar wat kan je doen bijvoorbeeld? Kijk, zelfs van achter uw computer. Een voorbeeld, dat is maar iets wat ik altijd graag meeschik met de mensen. Een dankwoordje. Een dankwoordje naar de brandweer. Die dagelijks onderweg is. Dagelijks probeert die mensenlevens te redden, waar of niet? Ambulanciers, de spoedgevallen. Hey, ga zo maar door. De leraren, interesseert me niet. Maar een dankwoordje. Je weet niet wat dat kan doen met een mens. Dat kan harten doen bewegen, waar of niet? En het is niet slecht. Het is iets goed. Je past de woorden van Allah toe. Allah, niet meer, niet minder. Allah zegt in de Koran, dat zijn niet mijn woorden... Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. En zeg tegen de mensen,
Hij zei niet waqulu lil mu'minina of waqulu lil muslimina husna. Nee, nee. Waqulu lin nasi. En zeg tegen alle mensen het beste. Ik zeg het beste. Oké, dat is misschien niet met een mond, maar heel virtueel. Wat kan dat kwaad? Wat gaat dat veranderen? Echt waar, ik meen, dat zijn kleine dingen die een andere zaak. Vanuit uw organisatie, vanuit uw moskee, vanuit uw beweging. Individueel, maakt niet uit. Maak er een routine van. Dat je elke 2 weken, 3 weken, een week, maand op bezoek gaat in het ziekenhuis bij eenzame mensen. Dat vereist niks. Dat vraagt niks. Pak de fiets. Dat kost het helemaal niks. Ik meen dat echt. Het zijn simpele dingen. Niks, dat vraagt je helemaal niks. Dat vraagt een klein beetje van je tijd, ja. En dat vraagt, dat vraagt veel... hoe zeg je dat? Ik ben het woordje kwijt. Kuliasabi. Dat vraagt heel veel doorzettingsvermogen. Dat wil, want dat je moet blijven doorgaan. Isha werd gevraagd, radiyallahu anha... Hoe waren de handelingen van de profeet? En ze zegt tegen hen, Wat wil dat zeggen? Zijn handelingen waren dagelijks. Die had geen dagcongé, nooit. Die was altijd bezig. Altijd onderzocht hij mijn buren. Waar zijn mijn buren? Hoe komt het dat ik die persoon niet heb gezien? Waar is mijn zuster daar? Hoe komt het? Wat is er gebeurd met haar? Ik heb gehoord dat ze ziek is. Ik heb... Nee, nog meer dan dat. Geloof je dat hij... Een jongetje, die heette Umair. Klein jongetje. Jongetje van 7, 8 jaar. En de profeet die had een heel speciale band met die jongen. En naar het verluidt, was dat jongetje een weeskind. De profeet die hield enorm veel van weeskinderen. Hij was zelf ook een wees. En wat doet hij? Hij komt telkens opnieuw langs dat jongetje. En hij had, dat jongetje had een vogeltje. En de profeet heeft dat vogeltje een Nogheer genoemd. Dus dat jongetje heet een Omeir. En het vogeltje noemde de profeet een Nogheer. En telkens wanneer hij voorbij kwam, zegt hij tegen dat jongetje... Ja, Omeir, wat heeft hij een Nogheer? Oh, Omeir, wat heeft een Nogheer gedaan vandaag? En ja, een kind natuurlijk, wat gaat dat zeggen? Ja, Rasulullah, dat heeft gesproken met mij, dat heeft rondgevlogen, dat heeft... Ja, een kind natuurlijk, een kind toch, arme. Maar dat was dagelijks, geloof ik. Tot een dag waarop de profeet een afspraak had met de sahaba en hij komt te laat. En dat was een van zijn enige keren dat hij effectief te laat was. Want als hij zijn woord gaf, kwam hij zijn woord na. En hij komt daartoe en ze zegt tegen hem, ja, Rasulullah, is er iets gebeurd? Hij zegt, ja. Hij zegt, toch arme, een Nogheer is gestorven. Het vogeltje. Hij zegt, en ik trof Omeir aan in enorm trieste toestand. En ik heb hem willen troosten. En dat heeft tijd genomen, ja. En inderdaad, ik ben misschien wat te laat. Maar ik wil maar zeggen, dat was de profeet Mohammed Sassam. Die hield rekening met iedereen. Alle mensen. Alle mensen, dat wil zeggen, maakt niet uit wie die mensen zijn. Gelovig, ongelovig, getrouwd, ongetrouwd, gestudeerd, niet gestudeerd. Dat maakt allemaal niet uit. Jouw hart moet praten. En niet de mond. Jouw handelingen moeten praten. En niet enkel en alleen de boeken en waaruit dat we zagen lezen. Nee. Jij moet effectief echt in actie schieten. Jij kan heel veel doen in je buurt. De kindjes in jouw omgeving. Waarom kan je... Er zijn zelfs onlangs, mijn vrouw zelf nog, zei tegen mij van... Zeg, er zijn subsidies die je kunt aanvragen. Ja, hier gaat het weer over geld. Nee, dat is niet waar, dat is niet zo bedoeld. Maar ze zegt van, er zijn subsidies waarin dat je zo'n buurt... hoe noemt dat? Zo'n buurtfeestje, maar dan voor kinderen of voor... En ze zegt van, waarom zouden we dat misschien niet doen? En ik zeg, ja, inderdaad, dat is een heel mooi idee. Waarom niet? Ja? Zelfs al moest dat geld er niet zijn, zouden we het nog altijd willen doen. Ja? En dat zouden we inderdaad allemaal moeten doen. En de kindjes zouden inderdaad met elkaar echt moeten kunnen leren omgaan. Met alle verschillen. Ja, wat is daar fout aan? Allah noemt hij in de Koran. Dus waarom zou ik het niet in praktijk brengen? Goed.
de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. We blijven altijd bij de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam als voorbeeld. Wanneer je mensen ziet in ruzie, wat doe je? Wat doe je wanneer mensen... Ja, je kan vuur, hoe zeg je, de olie op het vuur gooien. Hè? Dat kan je heel goed doen. Hè? Heb je dat gehoord? Allah, die heeft tijd en dat gezegd. Ah, ja. Ah, wel. Ik ga je iets zeggen. Neem altijd één ding voor ogen. En dat is, probeer altijd in de richting te gaan waarin dat kan afsluiten met vrede. Ga altijd in de richting zoeken waar dat je mensen bij elkaar kunt brengen en niet uit elkaar kunt halen.